Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Fortnite spelen. We gaan One Shot spelen vandaag, want One Shot is zoals de meesten al weten een van mijn favoriete limited time game modes. En hij is vandaag weer beschikbaar. Dus hey, dan gaan we er natuurlijk gebruik van maken om er een leuke video van te maken. Dus laten we gelijk een potje in gaan, jongens. Let's go. Dat zei ik op een hele rare manier, maar oké. We gaan gewoon lekker een potje in. Oké, mijn teammate wil naar Pleasant, dus dan gaan we dat lekker doen. Oh! We gingen level up, want we hebben de busdriver bedankt. Oké, let's go, jongens. Voor de mensen die niet weten wat de game mode is, ik denk dat de meesten het wel weten, maar nee, je bent one-shot. Logisch. En je hebt dus alleen maar snipers waar je mee kunt schieten, dus je hebt geen shotguns, geen ARs, niks. Je hebt hoe heet dat? Jezus, wat een mensen! Je hebt low gravity, zodat je dus niet oh, lekker teammate. Schijnbaar impulses, dat wist ik dan maar niet. Hunting rifle, heerlijk om mee te beginnen. Ook low building mats. Voor al zoveel gedoe buiten. Maar goed. Eerst even looten. Ik moet wel even wat snijden. Oh, grappler. Ik moet natuurlijk wel even wat wapens hebben om überhaupt iets te kunnen doen. En twee snipers is toch fijner dan één. We hebben al full ammo. Oké. Interesting. Oké. Wow! Instant al dood. Oké, heel chill, man. Fucking hell. Ik moet echt even inkomen, jongens. Het spijt me. Hopelijk gaan we mijn teammate maar reviven. Waarschijnlijk wel. En dat is het nadeel van de game mode, natuurlijk. Je moet... ja, je bent gewoon in één keer dood. Dus raakt hij wel en jij niet, dan is het gewoon over. Gelukkig heb ik een teammate die me revived op dit moment. Nou ja... Als dat lukt, natuurlijk. Ik was wel een beetje bang, om eerlijk te zijn, dat ik niet zoveel energie zou hebben vandaag om het opnemen. Maar voorlopig gaat het eigenlijk best wel goed. Misschien komt het ook omdat ik net Knockout City heb opgenomen. Mijn reactie daarop zullen jullie vrijdag zien. Superleuke game. In ieder geval, mijn reactie zien jullie dus vrijdag. Dus... Ben je benieuwd? Check de video zeker even uit. Ik ben best wel blij met de opname. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden natuurlijk. En ja, daar ben ik best wel hyped door geworden eigenlijk. Dus ja. Kan ook zijn dat ik dus daarom wat energie heb vandaag. Kom op. Dus daar wou ik het even over hebben. Waarom weet ik niet. We moeten toch wachten tot of ons teammate ons kan reviven. Dus kunnen we beter lekker even babbelen natuurlijk. Ik heb het gevoel dat ik echt super snel praat. Sorry daarvoor als het echt zo is. Ik weet ook niet waarom. Oh, nice shot teammate. Let's go. Maar zoals ik al zei. Knockout City. Goeie game. Hij is echt aan te raden. Maandag zal er ook een extra video zijn deze week weer. Zoals de meesten wel weten is donderdag en vrijdag mijn vaste dag om op te nemen. En om of in ieder geval mijn video online te gooien. En maandag is de dag dat ik soms wel, soms niet. Ligt een beetje aan hoe moe ik ben. Hoe energie ik heb. Of ik er zin in heb om een video op te nemen. En omdat dit keer, dit seizoen... deze week het nieuwe seizoen van Rocket League ingaat, wou ik daar graag mijn placements weer voor doen. Voor een video, dus die komt maandag online. Dus check die zeker even uit als je er zin in hebt. We zijn in ieder geval weer tot leven, dat is fijn. Thanks teammate. Yes, thank you.
Even wat wapentjes pakken. Zo. Nog één. Ik vind het altijd wel fijn om 3 huntings te hebben. Huntings zijn de snipers die... Oh, ik kan ook de deur gebruiken. Maar waarom zou je de deur gebruiken als je ook gewoon een muur kan slopen? In ieder geval, huntings zijn de snipers die het snelst schieten. Dus ik vind het altijd fijn om daar veel van te hebben. En je hebt ook nog de semi-auto sniper. Die schiet ook best wel snel. Die vind ik ook heel chill. Maar die is wat zeldzamer om te vinden. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Deze kist klinkt echt heel raar. Maar hallo. Ja, je hoeft niet alles te pingen, teammate. Maar thanks. Oké. Chill out, man. God, nonde je, man. Ik ben zo slecht het potje. Jezus. Jammer, jammer, jammer. In ieder geval, ik ga het potje er wel in laten. Want we hebben gewoon een beetje gepraat over dingen. Laten we gaan naar het volgende potje. Let's go. Oké, nieuw potje, nieuwe kansen. Waar wil mijn teammate heen? Hij zegt helemaal niks. Laten we naar Coral Corps gaan. Als mijn teammate het daarmee eens is. Hij springt er meteen uit. Oké. Okay. Ik ga ervan uit dat dat betekent dat hij het ermee eens is. Gok ik. Laten we in ieder geval hopen dat ik iets minder scheef ben in dit potje. Want dat afgelopen potje was niet normaal hoe scheef ik daar was. Het spijt me, jongens. Oh, moet je daarheen? Oké. Okay. Ook prima. Ja, dus ik hoop dat dit potje beter gaat. Maar ja, zoals ik al zei, dit is mijn favoriete game mode. Ik heb niet gezegd dat ik er goed in was. Maar... Jezus, wat is de audio traag met oppakken en zo. Ik weet niet wat er gaan is. Maar ja, ik heb dus niet gezegd dat ik er goed in was. Maar... Ik vind het wel een hele toffe game mode. En... Het gaat soms vaak vrij goed op zich. Alleen tot nu toe is vandaag niet die dag. Maar dat kan altijd nog komen. Teammate, chill. What the fuck are you doing? Wil ik bij jou in de auto? Waarschijnlijk niet, maar oké. Okay. Gaan we over binnen zitten, anders word ik instant geraakt straks. Oh, nee, nee, nee. Dat was niet de bedoeling. Help. Help. Wow, what the frick. Boom, got him. Hé. Oh, damn. Die had ik niet verwacht dat ik die zou raken, maar I did it. Oef. Well, I did that. Hallo, kistje. Waar zit die guy? Want ik hoorde nog iemand schieten.
Hij zit daar. Help. Nee! Ik probeer te parkouren hier, oh, heel chill. Waar zit hij? Hij zit daar ergens. Of dat is weer een andere guy, maar... Hallo? Ik hoor allerlei mensen, maar ik... Oh, there you go. Oh my... What the fuck? What the fuck is going on? What the fuck? Ik zeg net nog dat ik hier niet goed in ben, jongens. Wat de fuck gebeurt hier? Hoe raakte ik deze? Hoe de fuck? Ja, goed geplaatst, teammate. Goed geplaatst naast zo'n boom. Help. Hoppa. Je gaat wel lekker hoog met de launchpad. Oh my god, die drie kills? Oef, jongens. Oef. Hoe de fuck is dit... Wat? Hoe kan ik zo slecht gaan in het eerste potje en dan nu gewoon... Best wel prima eigenlijk. Waarom hebben we het eigenlijk vol hout? Dit is niet de bedoeling in deze game mode. Is dat een fout die ze hebben gemaakt of hebben ze dat veranderd? Teammate, je gaat echt heel snel. Can you chill out, please? En ik weet nog dat ik eigenlijk van plan was om in deze video, mijn nieuwe Fortnite video, eigenlijk te praten over de dino's die in de game zitten. Want ik van de week ging ik gewoon een potje solo spelen en ik kwam ineens dino's tegen. Ik dacht, what the fuck is dit? Maar ik gok dat ze niet in one-shot zitten, dus... Weet ik niet helemaal zeker. Maar daar ga ik niet van uit. Mijn teammate die chillt echt niet, hè? What the freak. Ik ben gewoon lekker aan het lopen, even aan het chillen. Maar ja, ik werd dus ineens random aangevallen door een dino van de week. En ik had er wel iets over gelezen. Ergens van. Oh. Kijk, daarom, teammate, moet je niet zo ver weg van mij gaan. Kom op. Wat? Oh, ja, maar mijn teammate die was al helemaal weg. Mijn teammate is echt... Oh my god, waarom ga je ook zo ver weg dan? Zou die me nog kunnen gaan reviven? Ik gok van niet, want hij zit in fucking helemaal in beeping. Eens even kijken of die daar wat kan van kan. Ja, wat van kan. Het klinkt raar om het te zeggen, maar... Nou, voorlopig mist hij echt alles. Maar oké. Teammate, je gaat waarschijnlijk dood. Want je plaatst hem weer onder een boom. Wat heeft deze guy met een blindspad plaatsen onder een boom, jongens? What the freak. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ga maar gewoon dood. Ja, dank je. Het klinkt heel raar. Maar dan kan ik gewoon lekker een nieuw potje in. Dus let's go. Oké, het derde potje van deze video. We gaan lekker naar Coral Corps. Want daar had ik zin in. Basically. We hebben als teammate Pricey Noon. Hele mooie naam, vind ik. Ja. Vorig potje oprecht, die drie kills waren we echt heel lekker.
We hadden ook veel verder kunnen komen als mijn teammate niet zo ver was. En ik weet niet of jullie het hoorden. Kijk, ik wil niet te veel excuses gaan noemen. En dat ben ik nu wel aan het doen, maar toch. Ik hoorde oprecht dat die guy aan de linkerkant van mij landde. Daarom ging ik ook daar naartoe kijken. Maar dat deed hij dus niet. Wat ik nogal raar vond. Hello? What are you doing, man? Oh, mijn teammate is hier ook. Oké. Teammate! Nee! 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 Ik was zo scheef. Niet normaal, ik was zo verdomd scheef. Oh my god. Ik wou zeggen, dit is het laatste potje van deze video, maar dit gaan we natuurlijk niet doen. Let's go. Oh my. Jezus, wat een trage sound. Maar oké. Het vierde potje, dit wordt waarschijnlijk wel het laatste potje, want ik werk dat mijn energie een beetje op begint te raken. Ik heb gisteren een best intensieve dag gehad. Maar ik wil toch even mijn video's alvast opnemen vandaag. In plaats van morgen. Zodat ik morgen even mijn rust kan pakken. Dus ja. Ik merk een beetje dat mijn energie een beetje op begint te raken. En ja, ik wil wel dat video een beetje leuk maken voor jullie natuurlijk. En volgens mij moet ik gewoon zeggen dat ik slecht in deze game ben. Want dat werkt de vorige keer ook. Dus ik ben super slecht. Ik land gewoon even hier. Sorry, teammate. Ik landde niet goed, maar goed. Dan heb ik tenminste een wapen. En dan ga ik hier met dit wapen naar Pleasant. Nog heel even snel hier koekeloeren. Hopelijk gaat mijn teammate niet dood. Maar ja, in ieder geval, sorry als de video wat minder wordt dan normaal. Maar ja, ik merk gewoon dat mijn energie een beetje op de rug begint te raken. Ik hoop tenminste dat jullie de video, ondanks dat, toch heel leuk vinden. Ik ben tot nu toe best wel blij met de opname van deze video. We hebben niet de beste potjes gehad natuurlijk, maar er zit hopelijk wel wat humor in. Die jullie waarderen. Ook hallo teammate. Ja, wat wil je nou? Laten we gewoon mensen killen of zo. Ja, fuck off. Oké. Okay. Wat wil je nou? Ja, wat nou? Ja, we hadden ook gewoon die mensen daar kunnen killen, maar oké. Okay. Ja. Ik wist dat het ging gebeuren. Echt, wat een... Allemaal jouw schuld dat je die fucking auto wou, teammate. Sorry, ik probeer niet salty te doen, jongens. Het spijt me. Ik heb het gevoel dat hij ook doodgaat, want hij mist alles, maar... Ik snap nog steeds niet waarom die zo graag met die auto wou, want daardoor ging ik gewoon dood, basically. Ik weet dat ik gewoon uit die auto had kunnen springen, maar... Ja. Oké, okay, hij heeft hem toch. Maar ik merk... Ja. Doordat ik gewoon een beetje moe begin te worden, raakt mijn lontje ook wat minder. Wat kleiner natuurlijk, als met iedereen zo eigenlijk. Of course. Dus ja, ik wil niet salty doen, want ik vind dat helemaal niet leuk. Vooral niet in video's. Maar ja, sorry daarvoor. Laten we er gewoon een leuk potje van proberen te maken. Met deze teammate. Want ja, meer kunnen we toch niet.
Hij gaat me in ieder geval revijven, zo te zien. Nu hopen dat hij... dat hij niet doodgaat terwijl hij dat aan het proberen is. Zo te zien niet. Well, thank you, teammate. Thank you. Waar de frick is iedereen, though? Ik dacht echt dat er meer mensen geland waren. Ik bedoel, Pleasant is wel zo'n plek waar... over het algemeen best wel veel mensen landen. Hallo? Oh. Waarom taggen die... die... die campfire, ik bedoel... Wacht, werkt dat? Wait a minute. Nu wil ik dat proberen ook, want hij heeft meer health. Ah, ik heb niet zoveel health. Maar hoeveel health krijg je dan? 2. Wauw, jongens. We hebben 2 HP in plaats van 1. Dit gaat ons vast en zeker heel erg helpen. Word je nou beschoten of ben je nou zelf aan het schieten, jongen? Vertel het dus. Nou ja, het zal wel. Chill, man. Daar kan ik ook, hoor. Deze man. Maar ja, we hebben nu wel 2 HP, jongens. Hier gaan we vast en zeker mee overleven. Dit gaat ons leven redden, die 1 HP. Het is niet alsof 1 snipershot al 60 HP doet of zo. Maar dit gaat ons leven redden, oprecht. Oh my god, een paarse hunting. Niet dat er kleur echt boeit in deze dingen, maar toch. Rustig, ik ben onderweg, teammate. Wauw, nu hebben we full health en full HP. Dit gaat ons vast helpen. Het is niet alsof we nog steeds 3 HP zijn. Oh my god, ik ben zo kut bezig, echt. Hier komt die mooie droge humor van mij weer even tot uiting. Ik hoop dat jullie daar van genieten. Waar zijn die mensen? I wanna kill some people. Daarom. Er ligt hier een kistje, wauw. Epic. Ik wil hier opstaan. Oh, we zijn omsingeld, teammate. Oké, het zal wel. Are we gonna win this fight? Oh, ze zijn niet eens met ons aan het vechten. Maybe I missed it up, teammate. I knew it. Hij raakte mijn teentjes, man. Ja, dit is niet mijn potje. Dit is niet mijn potje. Wel jammer, want ik vind deze game wel heel leuk.
Maar het is toch niet zo leuk als je elke keer doodgaat, of course. Maakt niet uit. Teammateje, deed het supergoed. Nee, ik wil niet ready. In ieder geval, ik hoop dat jullie ondanks dit toch de video leuk vonden. Ik heb er een beetje humor proberen in te gooien. Het is niet helemaal gelukt zoals ik zou willen. Maar alsnog hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Laat een zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!